Oké, okay, Rens, ben je er klaar voor? Hier naar beneden te gaan? Ja. Heb je het heilig water zo bij je? Ik heb alles. Ik heb ook golden apples mee. Voor de zekerheid. Ik ook. Oké. Oké, zo zorgen, als we er zijn, zorg dat hij het drinkt, laten we zeggen. We moeten zorgen dat hij het gaat drinken. Ja, dat hij het water gaat drinken, inderdaad. Ja, inderdaad. Hij is nu nog gevangen, dus dat zou gewoon te doen moeten zijn. Ja, oké. Okay, dan geef hem gewoon het drinken. Ja. Rens, dan zit hij allemaal vuur. Wat? Kom je? Dat is erin. Holy shit, Rens. Hij rent op ons af. Pas op. Go, go, go. Ga naar het midden. Pas op. Go. Oh god. Maak ondertussen ook het vuur uit als je de kans hebt. Holy shit. Snipe hem neer. Maar we mogen hem niet killen. Kill hem niet, maar hit hem gewoon dat hij... There we go. Ren. You sure? Rens, ik zit hier vast. Blijf rennen. Oké, Rens, hoe gaan we nu het heilig water doen? We kunnen het over hem heen gieten. Denk je dat het handig is over hem heen? Kunnen we niet gewoon hier... Wacht, ik heb een idee. Hij beweegt te veel. Ik heb een idee. Als we hier het water in gaan doen... Hier, hier gewoon... oh god, hij komt eraan. Kijk, ik zit achteraan. We mogen hem niet killen, Rens, want we kunnen dit. Hit hem niet te veel, want anders gaat hij dood. Oh god. Als we hier in het watervalletje dat heilig water gaan doen, denk je dat het helemaal naar beneden stroomt en dat we hem eigenlijk in de Heart of Teros daar kunnen gooien? Is dat logisch? Ja, we kunnen proberen, Sam. Ik weet het niet. Zullen we het doen? Eén poging, Rens. Het is nu of nooit. Doe maar. Kijk maar. Oké, het zit erin. Oké. Wacht tot het even naar beneden gaat. Probeer... Oké, light hem af, Sam. Light hem af. Hoe gaan we dit doen? We moeten hem dus nokken in... Oké, ga eens naar beneden. En kijken... Oh god, man. Oh shit, ik zit vast! Ren naar beneden. In het water. Nice. Oké, waar is hij? Hij komt eraan. Oké. Rens, ik... Nee. God. Blijf rennen, Sam. Blijf rennen. Probeer hem niet te killen. Jesus. Sta in de fik. Ga omhoog. Holy shit. Oké, dus we moeten hem in de Heart of Teros gooien. Maar je wilt hem niet killen. Rens, dus pas daarmee op. Ja, inderdaad. Is natuurlijk wel, hij valt daar. Hij is echt moeilijk sterk. Kom hier naartoe. Waar ben je? Oké, wat moeten we doen? Staan, blijf rennen. Kom, volg me. Wat moeten we doen? Jij moet je verstoppen, hè? Verstop je anders onder die trap en dan zorg ik dat hij... weet het? Dat hij er langs loopt. Dan ren jij bijvoorbeeld gewoon rondjes om de Heart of Teros. Ja. Zorg maar, ik light hem al af. Oké, here we go. Ik trek mijn S6 en armor aan. Zorg eerst dat hij... Ik zie het, laat me zeggen. Ik snijf hem al even. Ik heb de S6 en armor aan. Ik zit hier onder de ding. Oké, voor mij ziet hij me wel. Een paar pijlen. Dit kan nog best wel lastig worden, ondanks het heel klein is, Rens. Oké, ik zit hier beneden. Waar ben je? Kom je eraan? Ik zit boven. Wacht, ik doe nog één... Zit je al? Ik zit hier. Ja? Ja, kom maar. Go. Blijf werken. Hey, hij is weg. Oh my god, hij ging daar. Rens. Oh shit, dat is het achter, man. Ja, ik kom eraan. Kom, ik zie je. Kom nu naar beneden springen. Ga via de waterval. Ik ga via de trap, anders is het te verdacht. Dan gaat hij naar je zoeken, laten we zeggen. Oké, wacht. Ik ga via de trap. Komt-ie. Je loopt nu op me, waarschijnlijk. Ik loop nu onder me. Ja, there we go. Oké, Sam, ik kom. Wat zit achter je? Oké, ik laat hem eerst even één rondje lopen. Oké. Pas op. Ren nog mee. Oké, here we go, Rens! Doe het! Mislukt. Oh god, door blijven gaan. Ah. Trek gewoon Oké, ik ga omhoog en ik ga van de andere kant eraf en dan kom ik weer naar je toe. Oh jeez, hij ziet me. Rens. Hij target mij, Rens. Ga anders naar beneden. Oké, nice. En doe jij het, probeer jij het. Ik doe het, ja, oké. Holy shit. Sam, nu kom niet achter me aan dan, ren! Ja, ga onder de trap, ik ren. Oh jesus. Oh god, ja, je Rens, zit naast me. Ga onder de trap. Jij rent rechts, ik ren links. Oh jeez. Hij zit achter mij aan. Anders kan ik hem niet verstoppen. Oké, wacht, ik trek maar 6 een keer aan. Blijf beneden. Oké, ga omhoog, naar beneden. Oh jeez. Ik heb gelukkig nog een golden apple, dus. Oké, ga omhoog. Hij staat stil. Oké. Oké, nice. Ga omhoog, ga de andere... Ga. Jump. Go. Go. Here we go. Ik snij hem af. Bam, right there. Wacht, hold it. Ben je eronder? Ik ga nu. Ik kom er nu aan. Oké, Rens. Wacht tot hij langs je loopt. Here we go. Okay. Hij zit achter me aan. Oké. Strike it now! Go! Ow! Yes!
Wow, 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 Rens. Wow, 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 wow. Help hem eruit, help hem eruit, help hem eruit. Go, 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 go. Hier, pak man. Wow. Wat is er gebeurd? Holy shit. Rens, is dat een van de vier meesters? Ja, inderdaad, Sam. Dat is... Rens. Zoals je al dacht, hè, Sam. Het is echt een van de vier meesters. Oh, god. Hallo. Goed. Hoe lang zijn jullie al wakker? Echt al een tijdje. Echt al paar jaar ongeveer, ja. Wat is er met Teros gebeurd? Wat is hier gebeurd? Zoals je al weet, het is... Nou, uiteindelijk was dus die... Ja, die flits, laat maar zeggen. Ik weet niet... Heb je je geheugen al terug, eigenlijk? Nou ja, ik kwam het dus... Ja, ik weet niet wat hier allemaal gebeurd is. Oké, je viel ons net allemaal aan. Kan je dat herinneren? Nee. Ons net aan. Je was helemaal onder het vuur. Jullie? Ja, je viel ons aan. Ja. Weet je nog, wat is het laatste wat je kan herinneren, Bart? Ik weet nog dat al die lichtflitsen en zo en verder weet. Dan weet hij het zelf als ons, Rens. Ja, ik denk het. Alleen, nou ja, ik kan het zelf niet meer herinneren. Laat ik zeggen, we hebben geheugengems. We hebben een geheugengem van jou gevonden, Bart. Die hadden we in... Laten we maar helemaal van het begin beginnen. Bart, we zijn in een hele diepe slaap geweest. Waardoor heel Teros uiteindelijk vervaagd is. We hebben laatst weer wat de oude mensen van Teros gevonden en hebben geprobeerd om een deel weer opgebouwd te krijgen. Maar wat er nou gebeurd is dat wij hebben met z'n allen hebben last van een soort van geheugenverlies. We weten niet precies hoe het komt, maar het heeft waarschijnlijk iets met die flits te maken. Dus wat Sam en ik nou gedaan hebben is om ons geheugen weer terug te vinden, zijn er verschillende gems over de hele wereld verspreid. Ja, over alle kingdoms. Okay. Over alle kingdoms. En die zijn weer teruggevonden. Of die zijn we aan het terugzoeken. We hebben mijn gem helft al gevonden. Dus ik heb mijn geheugen weer terug. En laatst hebben we dus jouw gem gevonden. En we hebben nog één gem. En we hebben er nog eentje. Maar we weten alleen dat die niet van Sam is. Dus we gokken dat die van de andere meester is. Ja. Van de vierde meester. Ja. De vierde meester. Want in de boeken, want Rens heeft heel veel boeken. Ja. Daar hebben we wel heel veel informatie teruggevonden, waardoor we eigenlijk het niet meer kunnen herinneren, maar wel in boeken staat. Dus het staat wel vast en het is dan sowieso gebeurd, want het is van vroeger en dat heeft hij toen geschreven. Maar ja, dat weet ik nog wel, Rens was een echte schrijf. Ja, klopt. Ja. Ik zat vaak te lezen en dat soort dingen. Maar ik weet er helemaal niks meer van. Ik weet echt helemaal niks. Ik werd wakker toen, een paar jaar geleden hier, en dat is het enige wat ik nog kan herinneren. Rens hierentegen weet nog wel wat er allemaal is gebeurd, want daar hebben we de geheugen al van gevonden. Ja. En nu jij, Bart. Jij bent nu ook terug. Ja, de derde meester. Wauw. Wat is met de andere kingdoms gebeurd dan? Dat wisten we dus ook nog niet. We hebben nu wel een alliantie met Faerion. Ik weet niet, dat ken je waarschijnlijk wel. Faerion. Dat sneeuw. Ja. IJzige landschap. De Vikingen. We hebben hier Magnus natuurlijk, dat is natuurlijk het zuiden van ons, dat weet iedereen. Mm-hmm. Dat kan jij waarschijnlijk ook nog herinneren. Maar we weten niet wat er met hun gaande is, want ze zijn nooit aanwezig. Mm. We zien ze nooit, misschien, ja. Inderdaad, misschien is de tijd wel even om langs te gaan. Ja, we hebben geen idee hoe het daar is, laat maar zeggen. En of ze ook überhaupt er nog wel zijn, want we horen echt heel weinig van ze. Misschien is er wel precies hetzelfde gebeurd als bij ons, maar we zien er echt heel weinig van. Ja. Wat ik aanraad, hier, ik heb wat lekker eten voor je. We gaan nu terug naar Redonia, onze havenstad. Dus waar... We opnieuw opgebouwd hebben. Ik denk dat je wel wil zien wat er allemaal... Ja, ik ben echt heel benieuwd. Laten we zeggen. De laatste keer dat ik het zag... Toen wij naar buiten gingen, toen schrokken we wel van... Weet je, helemaal omdat... Hiervoor was natuurlijk alles helemaal dicht bebouwd. Ja, en toen we hier naar buiten kwamen, toen schrokken we wel even. Alles weggevaagd. Teros was een mooi vlak land en dergelijke. Het was allemaal echt heel mooi en nu is het een en al jungle. Ja, dus schrik niet. Ik weet nog hoe mooi het was vroeger. Niks verklappen, Sam. Ga maar naar boven. Pas wel, hou wel je adem in. There we go. Niet schrikken. Wow. En wow. Ja, alles is bebost, maar... Alles is weg. Laten we van land komen. Maar zo kan ik het inderdaad niet herinneren. Nee. Wow. Maar ik vind nog steeds het raarste is waarom jij aan ons aanviel, Rens. Misschien moeten we dat echt bestuderen, hoe dat nou kwam. Wat het nou is. Ik zou het echt niet weten, Sam. Het lijkt wel een soort van
vloek of zo, of gewoon dat er iets, ja, iets gaande een vloek of een, weet het, of een spreuk of zo. Ja. En wat ik aanraad, we nemen Bart even terug naar Redonia. We gaan. Redonia. Redonia, dat is onze stad, onze ja, nieuwe Redonia kan je het eigenlijk wel noemen. Ja. Onze Redonia was een hele grote stad, dat kan je nog vast wel herinneren. Dat was echt altijd druk daar, maar altijd ja, veel. We hebben het, laten we zeggen, ja, we hebben het gebouwd. Maar het ziet er wel iets anders uit dan vroeger, Bart. Dat zeg ik wel alvast. Ja. Mm. Nou, laten we maar gewoon lekker naar Redonia gaan. We hebben het zo goed mogelijk herbouwd, laten we zeggen. Ja. Nou, hier is Redonia. Ja. Welkom. Dit is nieuw Redonia. Dit is eigenlijk nieuw Redonia ja. Voor jou, inderdaad. Hier is ons farmpie. Nou, niks boeiends. Dit is, hebben we laatst gemaakt. Het is een hele grote farm. Ja. Ja, dat is net nieuw. Waar we alle voedsel en dergelijke kunnen halen. Mm-hmm. En ja, dan betreden we nu echt Redonia. Ja. Het is nog niet zo bebouwd als eerst, laten we zeggen. Maar het is het, ja. Ja, we hebben ons best ervoor gedaan, laten we zeggen. En je bent ook niet binnen één dag heb je meteen een hele stad. We hebben hier echt heel lang over gedaan. Ja. En we zijn nog steeds mee bezig. Wow. Dus we kunnen jouw hulp ook echt hard gebruiken. Nou, hier is de poort. En dan kom je al meteen eigenlijk in het vrolijke gebied van Redonia. Huisjes overal. Het ziet er wel heel anders uit als eerst, ja. Ja, we konden het niet natuurlijk helemaal remaken. Nee, toen wij hier kwamen, toen was gewoon nog echt alles leeg, laat maar zeggen. Ja, toen liep je gewoon over bergen en zo. En nu loop je al echt gewoon over straten en dat soort dingen. Inderdaad, alles was toen gewoon weg. Gewoon echt weg. We leiden wel even langs de bibliotheek. Met boeken. Met al Rens boeken. Ja. Dus ja. Want daar zijn we ook bezig met een opdracht. Wat eigenlijk voor ons persoonlijk heel handig zal zijn. Dat zal ik uitleggen daar. Ja, want daar hebben we alle informatie die nodig is. En daar zit ik ook mijn meeste dagen, laten we zeggen. Ja, kom maar binnen. There we go. Als je hier aan de linkerkant gaat. Jullie gaan meteen verkeerd. Dat is rechts. Oh ja. Hebben we hier overal de kingdoms. Nou, herinner je misschien nog wel. Kirpen, Ferien, Malino, Medusa, Kali, Magnos, Entropia en Yennava. Boven hier staan nog meer. Alleen die moeten nog gemaakt worden. Ja. Wat we gaan hier doen, we zorgen hier voor alle informatie van alle kingdoms. Wat er gebeurd is, wat er gaande is, wat hun zwakte punten zijn, wat hun allianzen zijn, wat hun enemies zijn, wat hun wapens zijn, wat hun strijd eigenlijk gewoon, zijn. Gewoon dat we een beetje een kijk op de wereld hebben, gewoon hoe alles is gegaan. Net zoals vroeger. Ja, ja. Oké. Okay. En Kirpen hebben we hier nu al. We hebben Ferien. Nou, Ferien is natuurlijk onze alliance. Malino hebben we ook nog wat. Mount Malino. Alleen dat staat in. Mag ik een boek Goblin lezen? Taal. Of is dat niet, Ja, je mag het lezen, maar ik zou er lekker de tijd voor nemen. Mm-hmm. In ieder geval, dit is allemaal up-to-date, laat me zeggen. En dit is echt de laatste nieuwtjes. En hoe het allemaal ervoor staat sinds nu. Ja, ja. Mm-hmm. Nou, laten we naar de haven gaan. Want daar hebben we een heel mooi schip gemaakt. Ja. Want we zitten natuurlijk een eiland en heel ver van andere kingdoms. Ja, dat weet ik nog wel. Echt, dagen reizen gewoon voordat we ergens, ergens aankwamen. Ja, en het is natuurlijk fijn om een lekker groot schip te hebben met lekker veel eten. En de wind in je rug. Dat je zo snel mogelijk er bent. Ja. Ja. En we hebben dus iets nieuws gemaakt, wat we niet in andere Teros hadden. Een nieuw schip hebben we gemaakt, genaamd The Watcher. Aha. En hij is mooi. Hij is 2 keer zo groot als die andere die ernaast staat, kan ik wel zeggen. Het eerste scheepje waar ik zie het al. Ja, hij is echt heel groot. Ja. Hij is 10 keer zo groot dan dit scheepje. Ja. Moet je zien. Het is echt heel mooi gelukt. Dit is The Watcher. Wow. En hier gaan we dus nu voortaan heen en weer. Onze trots van Teros. Dit is onze, trots, ja. En een van de snelste schepen die er zijn, gewoon. Inderdaad. En ik raad aan om even gezellig met Rens een bakje thee te nemen en in de library te zitten en een paar boeken te lezen. Dat jij ook weer up-to-date bent met alles wat er gaande is. Ja, dat is wel nodig. Dan praat ik heel even bij. En, want er schijnt ook heel wat, Ja, de Empire. Ja. Kan je dan nog, weet je wat het is? Empire? Ja, dat is. Dat zijn die sterke. Die sterke. In het oosten en in het westen. Even bijna iedereen. Ja. In het oosten en westen bevinden zich van Teros. Ja. Die kwamen dus laatst langs.
En die wou een dealtje met ons sluiten. En ik ben daar akkoord mee gegaan. Wij hebben in het noorden van Teros hebben wij een outpost voor hun gemaakt. Wow. Maar in ruil staan wij wel neutraal met hun. Dus we hebben geen probleem met de Empire. Okay. En dergelijke. Ondanks we wel ruzie en oorlog hebben met Yennava. En alliantie. Of Yennava heeft een alliantie met de Empire. Met de Empire, ja. Hopen wij dat we dit nog wel langer vol kunnen houden met Empire. Want als ik zo eerlijk mag zijn, dan denk ik. Zullen we ondertussen een rondleiding door het schip doen? Terwijl het vertellen. Oh ja, is goed hoor. En dan ziet hij ook een beetje hoe het schip eruit ziet. Van binnen, van onder en zo. Hier zit een gat in. We praten dit is echt een heel groot schip. Maar dus we moeten binnenkort wel Empire weer te vrolijk houden. Want als je na ineens zegt van hey, we willen dat je niet meer omgaat met Teros, dan krijgen we problemen. Ja. Nou, dit is het wel. Kippen, rondlopende kippen. En want ik raad aan natuurlijk vee, hè, voor vers vlees en dat soort dingen, voor onderweg op zee. Ja. Nou ja, dan vergaat het ook niet, laat me zeggen, dan verrot het. Yeah. Nee, is het dek. What? Maar ik raad aan om gewoon lekker met Rens te zitten, te praten. Dan ga ik ondertussen verder met mijn medematen die nu in de bossen zijn en die hadden mijn hulp nodig. Dan ga ik daar nu even naartoe en ik wens jullie veel plezier. Ja, ik ga wel even een kijkje nemen in Rodonia. Ja. Want is er eigenlijk meer in Teros gebeurd? Of er is de laatste jaren nog veel gebeurd, laat me zeggen. Ja, er is heel veel gebeurd. En ik heb echt genoeg om te vertellen. Ja. Jongens, ik zeg tot ziens. Ik ga naar het noorden.